Ik ben Veerle Huwé, directeur van Sociari. Ik heb gekozen voor Sociari omdat er een mix is van de zaken die ik ervoor gedaan heb. Je hebt een mix tussen belangenbehartiging, het informeren van mensen, het sociaal-juridische, die mij ook wel heel erg aan het hart ligt, maar ook het vormen van mensen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die ik graag doe en dat ik in mijn leven gedaan heb, die samenkomen binnen Sociari. Sociari is ook wel een organisatie die socioculturele organisaties ondersteunt. En dat socioculturele organisaties vind ik heel belangrijk, omdat ze eigenlijk de schakel zijn naar de maatschappij. Socioculturele organisaties zijn degene die eigenlijk de gaatjes vullen. Dat wat de overheid niet doet, waar dat er noden zijn, dat is wat dat het socioculturele veld opneemt en wat dat ook zo belangrijk maakt. Hallo. Hier komen mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt terecht kunnen komen, die ook werkzoekend zijn. We hebben ook een aantal mensen die in een burn-out zitten hier. Oké. Okay. Ja. Zo goed als een beetje easy terugstarten. Ja. Atelier Groot Eiland is voor mij een socioculturele organisatie, omdat ze binnen beroepsopleiding een aantal dingen doen, ook binnen de sociale diensteneconomie, maar ook vooral omdat ze het heel belangrijk vinden om maatschappelijk iets te doen en om de mensen verder te helpen aan werk. Ze nemen een heel groot maatschappelijk engagement naar de mensen toe, want zij zijn wel degenen die helpen om mensen terug op de arbeidsmarkt te krijgen. Dus ik vind dat wel een organisatie die zeker past binnen het socioculturele veld. Ik merk ook wel dat organisaties, socioculturele verenigingen, minder als volwaardige partner aanzien worden door overheden. Er wordt wel gevraagd om steeds meer professioneler te werken, meer verantwoording af te leggen bij overheden. Maar anderzijds worden organisaties minder betrokken bij de opbouw en de uitvoering van het beleid. Hoewel dat socioculturele verenigingen de schakel zijn naar de maatschappij. En dat is toch dan toch wel belangrijk dat ze als volwaardige partner aanzien worden. En natuurlijk willen we nog altijd een goed kader scheppen voor organisaties samen met de sociale partners. Zodanig dat zij ook hun werknemers op een goede manier kunnen verder aan het werk stellen, maar onder goede voorwaarden en dat ze natuurlijk financieel kunnen rondkomen. Alles wat ik graag doe, komt eigenlijk in deze job aan bod. Dus Sociari was voor mij echt wel de volgende stap en ik kijk er naar uit om deze organisatie verder te laten groeien en te versterken in wat dat ze nu al goed kan.